Vraagstukken goniometrie, hoeken berekenen, level 1. Vandaag vinden we Willy terug op een indoor skipiste. En op basis van de hellingshoek van deze skipiste gaan we bepalen hoe groot Willy eigenlijk is als held. Of hoe dapper Willy eigenlijk is. Hoe pakken we dit nu concreet aan? Wel, de zijkant van onze skipiste is een rechthoekige driehoek. En als we de hellingsgraad willen gaan berekenen, wel, dan gaat het over deze scherpe hoek. Als we gaan kijken naar de gegevens die erbij staan, dan hebben we een zijde van 7. Dat is ten opzichte van onze scherpe hoek een overstaande rechthoekzijde. En die zijde van 24, dat is ook een rechthoekzijde, maar dat is een been van onze scherpe hoek. Dat noemen we dan een aanliggende rechthoekzijde. Wel, met de O en de A gaan we eventjes kijken bij ons ezelsbruggetje SOS Castoa. Ja, de O en de A vinden we hier mooi terug achter elkaar in de toa. Dus we gaan de tangens moeten gebruiken. Want de tangens van een scherpe hoek is het verband tussen de overstaande rechthoekzijde en de aanliggende rechthoekzijde. In onze volgende stap gaan we dan eerst onze basisformule opschrijven. Dus we schrijven altijd eerst op de tangens van alfa is gelijk aan de overstaande rechthoekzijde was die 7. De aanliggende rechthoekzijde 24. En nu gaan we met ons rekentoestel gaan bepalen welke hoek bij deze verhouding past. Ja? En hoe typen we dat nu juist in ons rekentoestel? Wel, daarvoor gaan we gebruik maken van die tan min 1. Dus shift tangens. We geven dan de breuk 7 24ste in. Sluit het haakje. We drukken op execute. En dan kunnen wij onze hoek gaan berekenen. Dan gaat onze hoek op ons scherm komen. Deze zetten we via DMS ook nog eventjes om naar graden, minuten en seconden. En dan krijg je dus als antwoord dat de hellingsgraad van deze skipiste 16 graden, 15 minuten en ik ga dit afronden, 37 seconden is. Ja, dat wil dus zeggen dat dit geen superstijle piste is. Dus Willy is niet echt een supergrote held. Probeer deze oefening zeker en vast ook eens na te maken met uw grafisch rekentoestel. Veel succes!